Hans Sleutelaar is sinds het midden van de jaren 50 actief geweest als dichter, schrijver, copywriter, journalist, redacteur en uitgever. Hij is geboren in 1935 in Rotterdam. Na omzwervingen in Amsterdam, Frankrijk en Thailand woont hij weer in zijn geboortestad. In de jaren 50 en 60 was hij in Rotterdam de spil van een literaire beweging die zich afzette tegen de verheven literatuur van eerdere generaties. Samen met enkele geestverwanten pleitte hij voor een nieuwe, toegankelijke poëzie die zich niet boven het leven van alle dag verhief, maar die juist omarmde. Rotterdam was een ideale voedingsbodem. De nuchtere, op de toekomst gerichte stad die zichzelf na de verwoestingen van de oorlog opnieuw moest uitvinden. Later, als journalist en adjunct hoofdredacteur bij weekblad De Haagse Post, deed hij op dezelfde onbevangen manier verslag van nieuwe ontwikkelingen in literatuur en maatschappij. Hij werkte in zijn verschillende hoedanigheden samen met schrijvers als Jan Kramer, Cor Vaandrager, Johnny van Doorn en Martin Bril. Met Armando maakte hij het spraakmakende boek De SS'ers. Hij publiceerde 2 dichtbundels waarin Rotterdam een belangrijke rol speelt. Inmiddels is Sleutelaar 84 jaar. In zorgcentrum Atrium, waar hij zich staande houdt ondanks de ziekte van Parkinson, weet hij zich omringd door oude en nieuwe vrienden. Ja, maar ik denk maar, ik begrijp niet goed hoe eerder herstel voor Brug mogelijk is. Ja, want inderdaad. Het was natuurlijk een notoire oplichter. Nou, een oplichter, het was het is misschien toch niet het goede woord. Ik weet wat de uitdrukking was. De psychologia fantastica. Ja, ja. Een ziektebeeld, ja. En nou weet ik het ineens weer. Ik was dat woord kwijt. Ik moet onmiddellijk mijn... En het is niet psychologica, maar psychologia. Ja. Ja. Moet ik onmiddellijk opschrijven, want... Ja, weet jij nog het oude Termeulen hier? Ja. Dat was allemaal Bakema, Van den Broek en Bakema. Nou ja, dat neem ik zo. Wat voor stad? In de jaren 60, armoedig. Ik kreeg dan een huisje onder de huurwaarde. Dat waren soorten huizen die bij wijze van spreken vergeten waren bij het bombardement. Het krotten. Krotten. Er zat Rotterdam nog vol mee. De Eendorfstraat, de Boomgaardstraat, de Zwarte Paardenstraat. Klerenstad. Ja. Dat heeft heel lang geduurd. Ja. Nee, de vreselijke zondag. Er kwam geen eind aan. Ja. Er was er 1 café open. In het hele centrum 1 café. Ja. Ja. Die... Oh, de Pacific. Op de Pacific, op de Schiedamse Singel. Ja. Ja. Artiestencafé, Pardoel, Timmer. De Schouw. In de Schouw, in de Pijp. De Fles natuurlijk. Ja. De Fles. Ja, dat was... Schavendijk wel. Ja, jongerencafé. Ja. En Anna op Noord-Rijland. Daar ging de wilste verhalen over de Fles. Ja. Daar kwamen een leuke meisje. Chicks, ja. Ja. Later werd verteld dat je daar achterin hokjes had om te neuken, maar dat was helemaal niet zo hoor. Een roemruchte zaak was dat. Tuurlijk is de stad veranderd. Vind ik wel, er zijn veel meer mensen gekomen. Veel meer mensen van buiten ook. Sowieso buitenlanders, maar ook buiten de stad. Het bestaat niet meer. Waar we het over hebben, bestaat niet meer. Nee, dat bestaat niet meer. Dat, je hoort ook weinig, althans niet in mijn buurt, volgens Rotterdams praten. Nee, hoor je niet vaak. Dat hoor je niet vaak meer. De enige die het nog doet is Jules Deelder. Maar die is ook een beetje... Maar dus ook gecultiveerd. Verkeurig geworden, ja. Ik was laatst weer eens in Amsterdam. Druk. Fietsen. Je moet uitkijken dat je niet voor je kloten gereden wordt. En dan ben ik toch blij dat ik weer naar huis mag. En dan kom je hier aan. Ja, lekker open, weet je wel. En dat vind ik heerlijk, ja. Nee. Het neigt ernaar. Ja, die is groot, die is hoger, hè? Ja, die is hoog en ouder.
Ja, het is wel imposant hoor. Ja, het is mooi. Het is te gek, hè? Nou, dit is ook nooit lelijk gevonden hoor. Ja, overloop. Overloop. Ja, die parkeergarage staat niemand in, geloof ik. Je hebt er nog een gedicht over gemaakt, hè? Boymans, ja. Over de herenliefde. Ja, 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 ja. Heb je dat waargenomen ook? Zeker, dat was in die tijd zo. Saturday night. Hoe was het ook weer? Ja, ik ben nu vergeten. Maar. Heerlijke nummers waren dat. Ja, die zijn ook tijdeloos. I love you. Full moon and empty arms. Geweldige zin toch? Ja. Full moon and empty arms. Geweldig. Godverdoei, wat is dit goed in elkaar. Goed in elkaar. Ja. Van die kleine zinnetjes met die toch betekenis hebben. Ja. Kijk, zo gaat het eruit zien, Hans. Ja. Dus nu zie je groen, zie je veel groen. Dus er komen bomen bovenop. Hè? Ja, ja. Ik was een notorisch spijbelaar. Dat ging nooit op de spuigaten uit. Dus ik kwam gewoon niet. En dan kwam het ook wel voor dat ik dan op zo'n dag dat ik er niet geen zin had, dan kwam ik de rector tegen met Boymans op een uur dat hij helemaal niet daar mocht zijn en moest lesgeven. Twee spijbelaars. Ja, gezag ook en zo. Ik zag er niks in. Opstandig. Opstandig ook, ja. Komt Cor nog? Cor komt later. Stijbie, Cor. Dat is Cor niet. Cor komt nog. Cor komt altijd. Ja. Schoot me ineens te binnen. Nou, dan zie je weer hoe raar het werkt. Maar dat is het wonderlijke wat poëzie kan daarom, doen. Daarom. Het schrijven van gedichten over Rotterdam was heel lang niet. Nee. Dat deed je niet. Nee, dat deed je niet. Dat was pas veel later gekomen. Je schreef over grote waarheden. Dus Jules is eigenlijk de eerste die over die stad begon te schrijven. De stad. Mm-hmm. Met Rotterdam gehakt uit marmer. Kantelend in het tegenlicht. Dat zijn een paar van Jules klassiekers. Ja, die hebben toch veel mensen de blik op Rotterdam geopend. Valt dood, leef jij nog? Daarom. Ochtendstad. Rotterdam voor dag en dauw. De bruggen zijn verlaten. De geldpaleizen gloren in het Noord-Atlantisch licht. Winst en verlies staan in de onbehouwen ziel gegrift van deze warse stad. Alleen met wind en water. Ik ben geboren hier vlak in de buurt. Oh. In Art van Nestraat. Dus die ken ik hier niet. Nou, dat is voor de oorlog natuurlijk. Ja. En ik eindig een paar straten verder. Ja. Ja. Is dat gek, hè? Ja. Nee, het is niet gek. Kijk, voordat we geboren, is alles, heel ons leven uitgespit. Dus het is niks dat ons gebeurt, is nu. Het is al een heel al. Want de Bijbel zegt dat voor God de grondleggende wereld gemaakt, waar we daar? In de geest. Want we hebben een geestelijke leven en we hebben een natuurlijke leven. Dus
Dit is allemaal uitgespeeld dat u gaat en u komt terug. Het is beschikt. Ja. Ja, kun je denken inderdaad. Ja. Ja, het is een... Ja, je hebt heel veel, erg veel ontheemde en illegale mensen. Ja. Ja, iedereen is aan het, niet. Iedereen is aan het vluchten. Ja. Voor de een of de andere. Ja, ze helpen elkaar of ze helpen elkaar niet, maar ja. In ieder geval... En dat gemopper en gekanker, wat je ook om je in Nederland ook goed in is. Dat moeten ze een beetje inbinden, want ze hebben het nog zo slecht niet in dit landje. Oh nee hoor. Huh? Nee. Zeker. Nou, iemand die denkt, die sleutelaar, die heeft een geheim. Dat kan niet anders. Zonde als kind en er is iets met die gast dat het niet klopt. Mm. Dat gaan we uitzoeken. Mm. Nou, of dat nou een oen is of niet, of een smeerlap of een boerenlul. Oh mijn god, dan gaan we met die vloek. Nee, die slik ik gelijk in. Je weet het al gehoord. Niet gehoord. Jawel. Je hoort van vloeken. Nou, er ontsnappen wel eens wat, maar grofheden hoor je toch niet zo vaak uit mijn. Vooral 's morgens. Ja, dan schrik ze. Dan geef ik het, ja, een licht ongenoegen van het opstaan en zo. En ze zegt, daar hou ik helemaal niet van. Dus dat is gelijk van, let op wat je zegt. Ja, ik hou niet van vloeken. Vloeken is zwakheid. Nee, maar dat ben ik ook wel een beetje. Woorden tekort. Dat is ook zo. Oh, 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 meneer Sleutelaar. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En nu is mijn tijd van... De kale. De baard en de kale. Hier nergens, hè? Dat het nou net moet gaan regenen. Ja, dat hebben wij weer. Hebben wij weer, ja. Ja. Inmiddels word je wel herkend natuurlijk als filmster. Nou, inderdaad, treffen mij regelmatig geïnteresseerde blikken, ja. Vooral van het vrouwelijke deel. Ja. Goed zo, hè? Ik vind het fijn dat je er bent. Moet je alleen de knop met één keer ingedrukt. Vasthouden, hè? Ja, ja. Welke? De één. Oké. Zo. Ik zou me even voorstellen, Elke Trom. Hallo, Hans Tetra. Je bent een grote inspiratie voor me. Nou, dat... En een grote stempel op mijn schrijfstijl heb je gedrukt. Zeker in het begin jaren. Kijk eens even zo. Ja. Ja, complimenten. Ja. Leuk. Rare kriebussen verzamelen zich hier vanmiddag, waarin drift, provocatie en brutaliteit centraal staan. Maar niet getreurd, want ook verlangen, rotte perziken en zelfdestructie komen vandaag aan bod. Dit alles met een knipoog in de Rotterdamse dichter Frans Vogel, wiens unieke en onbeschaamde stijl raakvlakken heeft met deze al even opstandige schrijvers. Ik ben een gentleman. Ik stuur haar geen dikpik, maar een vallesfoto of een penisplaat of een piemelportret. Ik
Ben een gentleman, ik deed geen bontkraagchick met een duckface, maar een gynaecologe met een eendenbek. Ja, dan is dat een nieuwe poëzievorm die ik zelf heb ontwikkeld. Namelijk het kakelvers. Dank jullie wel. Het volgende gedicht is voor Sander van den Akker. En die komt theater aan het Spaar, is daar een soort mannetje van alles. En dan komt het Alkmaar, het is echt zo'n ADHD'er met krulletjes zo. En dan kom je daar binnen, een beetje, ik heb helemaal geen zin. En dan komt hij daar binnen, ik ben ook theatermaker. En dan zegt hij, hey ouwe pisvinger, hoe is het nou joh, hé gast, hé. Ben je echt zo'n ADHD'er? En dacht, voor hem schrijf ik een gedicht. Hey, ouwe brugwachter, ouwe loodgieter, ouwe visboer, ouwe strandjutter, ouwe palingroker, ouwe vuurtorenwachter, ouwe kogelstoter, ouwe speerwerper, ouwe middenvelder, ouwe duivenmelker, ouwe kooivechter, ouwe karpenvisser, ouwe boswachter, ouwe houthakker, ouwe schaapscheerder, ouwe tramchauffeur, ouwe vloerenlegger, ouwe gasfitter, ouwe tegelzetter, ouwe ijzerwerker, ouwe betonvlechter, ouwe binnenvaartschipper, ouwe walvisvaarder, ouwe pelsjager, ouwe rattenvanger, ouwe slangenbesweerder, ouwe leeuwentemmer, ouwe mandenvlechter, ouwe wilgenknotter, ouwe riettakdekker, ouwe glazenwasser, ouwe paardenslager, ouwe stratenmaker, ouwe winterschilder. Hoe is het nou? Ja. Waar nog maar goede jongens bezig. Ja, leuk hè? Hartstikke goed. Ja. Ze hebben allemaal ook zo'n lef, hè? Lef. Ja, dat zijn ze niet stations. Ja. De stations zijn ze voorbij, ja. Van niet lef. Gewoon allemaal boem. Nee, dus, ik vond het heel goed. Origineel. Je hoort wel mensen die invloed hebben gehad, bijvoorbeeld Johnny van Doorn. Ja, ja. Noem maar wat. Johnny. Jules ook wel. Ja, minder. Ja. Nee, maar qua. Ja, maar dat zeker komt het daar. Ja. 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 En misschien Simon ook nog wel, maar. Ja, we hebben allemaal een schrijfschool gehad, hè? Oh ja, is dat het? Ja, ja, ja. Cursus. We kunnen al die, en ja. Dat hadden wij niet. Hoe lang moesten we niet... Want die tweede jongen van die theaterschool in Utrecht, daar worden zoveel mensen opgeleid die later performance of... Oké, dus er zijn een paar goede leraren. Ja, ja, ja. Ze hebben training gehad, hoor. Ja, dat was... Ik stierf 1000 doden, ja. Voordat ik... Ja, eerst opschrijven en dan opbrengen. Ja. Ik wil niet wakker worden, ik wil niet wakker worden, ik wil niet wakker zijn. Ik ben hier gaan liggen op de keukenvloer, alsof... Ja, wat eigenlijk? Gaat zich hier dan eindelijk een alternatief aanbieden? Ik wil geen medelijden. Ik wil niet gezien worden als een zielige vrouw. En dat iemand met een redderscomplex me dan komt oprapen en me daar de rest van mijn leven schuldig over laat voelen. Laten we eerlijk zijn, meer dan symptoombestrijding is dat ook niet. Mijn depressie is een maatschappelijk probleem. Mijn lichaam draagt te veel socialisatie, te veel geschiedenis, te weinig waarheid. Niemand vraagt meer hoe het met me gaat. Ze vragen of ik productief ben geweest. Leven begraven onder dollarteken, dollarteken, dollarteken. Fast fashion en fluorescentiepoeder. In een hel verlichte kelder. Een informele economie. Een schaduweconomie. Een territorium van scavengers. De supply chain manager weet dat de supply chain een machine is. Die gevuld wordt met een grijze massa. Waaraan arbeid wordt toegevoegd. En waar grijze valuta uitkomen. Ja. Hou je vast. Ja. Kijk, dat is met feeling gedaan. Met beleid, hè? Met beleid. Zo. Nou, jongens. Hè? Ja, leuk. Nieuwe generatie. Ja, dat deed me hart goed, zeg. Gaat gewoon door allemaal. En ik heb een stille liefde voor Effie Tom. Nee, serieus. En die werd ook... Ja, maar zo'n leuke meid. Daar werd er wel op gereageerd hoor, positief. Ik bedoel, ja. Dat is natuurlijk onzin, maar... Leuke meid, ja. Weet je wat het hele geheim is met vrouwen? Je moet ze waarderen. Natuurlijk. Ja, dat is het hele geheim. Tuurlijk. Ja. Maar die meisjes... Maar die hebben het allemaal over angsten. Oh ja, oh ja? Ja. Die. Ja, ja. Dat meisje met die
Ja, die dat toneelstuk. Ja, dat was echt. Maar daar hebben ze het allemaal over, hoor, Hans. Die generatie. Ik had er net nog met Elfie over. Ja, dat zei zij. Ze hebben allemaal psychische angsten. Ja. Nou ja, dat is... Ze zijn fijner afgestemd, hè. Het is gewoon wijdverbreid bijna. Ja. En daar schrijven ze over. Ja. Want die ene, dat meisje met die toneeltekst. Ja, dat was heel somber. Dat was depressief bijna. Ja. Of bijna, misschien wel heel. Ja, dat was heel. Dat zijn depressieve teksten. Ja. Ik heb nou een magnetronnetje. Oh, dan kan je het zelf een beetje opwarmen. Ik kan het zelf een beetje opwarmen, ja. Ik kwam de uitdrukking alleenstaand tegen. Dat vind ik toch beter klinken dan eenzaam. Alleenstaand, ja. Alleenstaand, ja. Ben ik al vanaf mijn 50, vanaf mijn 40ste alleenstaand. Nou, dan heb je het er goed van afgebracht, toch? Maar niet eenzaam. Nee, dat hoeft ook niet natuurlijk. Nee. Hoe was het feest van Jules? Ik hoor daar goede berichten over. Oh, jij bent niet gegaan? Nee, ik was best te druk. Maar ik hoorde dat het heel geanimeerd was. En gezellig en zo. Maar ook wel voor zo'n fles gin. Zo'n fles gin. Ja. Nou ja, iemand noemde het aantal flessen. Dat was ruim voldoende om de kosten te dekken, geloof ik. Je hield er nog van wat over natuurlijk. Ja. Die zelf van je bakken, want deze heb je weggehaald en die niet. Oh, nee, dat kan ik niet. Die heb je weggehaald, kijk. Ja, ik wist wel dat er iets mis was. Hoor. Ja. Maar dan haal ik die ook zo weg. Ja, jij kan van een afstandje naar kijken. Ja.